Is het gelukt bij jou? Nee, ik zal meteen heel eerlijk zeggen nee. Ik vond het echt super moeilijk. De eerste week ging heel erg goed. Heb ik bijna gewoon niet geklaagd. Oh. En elke keer als ik ging klagen, heb ik daar een positieve draai aan gegeven. Van, oh, wat vervelend, mijn brood is oud, maar hè, ik koop wel eventjes nieuwe. Zo heb ik hem dan steeds gedraaid. Alleen op een gegeven moment zat ik onderweg hier naartoe vanuit huis. En toen moest ik een noodstop maken in de auto, waardoor mijn groene smoothie die naast me stond op mijn stoel de volledige auto doorging. En toen denk ik, ja, wat moet ik hier nou voor positieve draai aangeven? En toen ik daar heel even over na ging denken, dacht ik, oh, ik voel me eigenlijk best wel benauwend dat ik dan nu mezelf niet mag uiten en niet mezelf mag zijn. Ik mag best wel even een keer zeggen, jongens, wat ontzettend kut dit, dat dit er nou gebeurt. Ja, dat je bedoelt die opgekropte woede als alles even op een dag misgaat. Ja. Maar dat is wat Kevin Weijers, onze goeroe, hierin ook heeft gezegd. Er is een grijs gebied dat je voor jezelf moet kunnen verklaren. Dus als jij zegt, één keer per dag moet even een hoop boosheid er even uit en even stampvoeten door de kamer. Ja, heb jij dat gedaan? Want hoe ging het nou, bij jou? Ik vond het op het werk eigenlijk heel goed gaan. Ik merk met name dat je op je werk naar collega's toe heel anders bent dan thuis. En niet zozeer dat ik hier een zonnetje ben en thuis niet. maar gewoon, en als je er zo mee bezig bent, want dat heb ik er wel van opgestoken. Je bent er in ieder geval mee bezig en dat is al goed. Mm-hmm. Maar dat je op het werk hier gewoon, het kan ook omdat we met collega's al meededen, maar dat je normaal zegt, jeetje, is weer zo koud hier. Dat ik dan nu naar de verwarming loop en gewoon even kijk op hoeveel graden staat hier en kunnen we iets doen aan het klimaat hier binnen. Okay. Maar thuis, joh, met twee kleine kinderen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Eentje die trekt alles los en krijgt alles open op 80 centimeter hoogte. En de andere is gewoon een irritante kleuter die telkens maar vragen stelt. En als je dan 's middags, want ik ben dan 's middags thuis, daarmee thuis komt, dan ligt weer die jas midden in de kamer. Ja, om dan elke keer te gaan zeggen, is het geen goed idee om deze op te hangen? Op een gegeven moment, dan ligt weer die jas.